Leuke Rico. Ja. Nou ja, we zijn weer terug bij de familie Klein, bij Ralf en Steffi. Ik had het al aangekondigd de vorige keer. Maar zij zijn sponsor van KooiCave geworden met RS Kooi Consulting. En ik ben niet samen met Claudia, want Rico zit er ook. Die is blij dat hij niet in beeld hoeft. En Stefan is er natuurlijk ook. Ook blij dat hij niet in beeld hoeft, kan hij lekker filmen. En Jos is er ook, het is heel stil. Hij houdt zijn mond nog, Dat is wel grappig. Maar onderdeel is natuurlijk als jij sponsor van KooiCave wordt, dan krijg je een mooi shirt. Dus dat gaan we in ieder geval aan jullie geven. Dankjewel. Very nice. Ja. Dankeschön. Oké, bitte sehr. Wat denk ik niet heel veel mensen weten, RS Kooi Consulting, zij zijn de grootste Torazo-handelaar van Europa. Dus zij doen echt al wat. En we gaan met KooiCave echt waanzinnig gave dingen doen. Een van de dingen, dat zal volgend jaar zijn, is dat we een challenge grow-out met nog steeds betaalbare, hoge kwaliteit vissen gaan doen van Torazo. Ze zijn ook al in gesprek om zelfs Torazo, mensen van Torazo naar Duitsland / Nederland te krijgen. Dus daar gebeurt ook van alles. Wat gaan we nog meer? Naar binnenkort, hè, Claudia. Dan gaan we hier. Want dat is iets wat zij heel graag doen. Het zijn eigenlijk ongelooflijke liefhebbers van de hobby. Dan willen ze hier een hele dag, tenminste een deel van een dag. Daar kan je je dus voor opgeven. En dan gaan ze gewoon hun visie op kooi en op water. Wat je niet weet is dat Steffi, die is hier verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Nou, je moet straks maar eens zien. Ja, die honden vinden dat lekker, hè? Ja, de mijne ook, die is gek op kooikorrels. Maar de waterkwaliteit is hier echt fantastisch. Maar dat is Steffi de werk. En daar gaan we het dan op die dag ook allemaal over hebben. Dus hoe hou je je water goed? Wat is nou het verschil tussen Duitsland filteren en in Nederland filteren? Kortom, het wordt een hele super gave dag. En uiteraard, waar eindigen we altijd mee? Barbecue, hè? Barbecue. En what else do you want to do here today? We will. I talk in English because I understand Dutch, but speaking is difficult. So let's try it with English. And my idea of the day is to come together. And first, we will have some explanation how we are doing the keeping of koi, of raising them. And try to keep them in best condition and to develop the quality what's inside of the koi. And in the second part, we will try to explain a little bit of our view when we select koi and what we expect when we select the koi. And how we want to see development and what we can do to improve the development. And I think these two parts will fit very good together with a short break. And for the finishing, we will make some barbecue and some conversation with the club members and with us. And because there are more ways to do successful koi keeping. Oh, absolutely. And when we showed our thinking and doing, then we can have some nice conversation, because this is how koi keeping is working, to learn from each other. Yeah, because there's not one and only way, and many people have very good skills.
And I think this is very interesting to share this by a nice barbecue, some drinks, and hopefully with good weather. En om maar wat te zeggen, ik weet van Ralf, heb het ook wel verteld. Ja, zij zijn net zo gek als wij. Die gaat ook gewoon iedere dag 2 uur aan zijn bak hangen om naar zijn topzij te kijken. Dus dat is het. Ja. Zo is het, hè? Ja, topzij is really interesting because this is the most fastest development you can see in a short while. But yeah, we are not doing only with topsy. I'm also sitting in our other grow out pond and at our show pond to see the development. And this is, yeah, like you said, we are passionate koi fans. And for me, it's very, very interesting to see the development and to see if the fish is fulfilling your dream. Yeah. And it mustn't be the best koi, mustn't be the most expensive koi, but when you see something into a koi and this is developing, then this is very nice to see. Okay. It's, I think, the same with you. What? Nou, wat hebben we hier in de bol, Stefan? Nee, vertel het nou eens even. Ik weet niet precies wat er in de bol zit, maar ik zie Kowaku, Sankjes, Showas. En dit lijken allemaal nissais van. Ja, maar het zijn allemaal tossai. 55 centimeter op het filmpje. Maar het zijn allemaal tossai. Maar wel tot 45 zeker. En die kwaku is bijna even groot. Ja. Als die is 45 centje. Ja. Dan hebben we Isa Showaatjes. Die kleine hebben we op zitten kijken. Die niet klein is, want die is gewoon 32. Hè? Ja, het is gewoon een normale maat voor een tossai. Dat is allemaal topkwaliteit. Dan zit er vast nog een kweker tussen. Ja, Torazo sowieso. Maar ja, dit is een beetje het idee wat hier bij RS Kooi gewoon nog beschikbaar is. Zelfs. Ja, maar die is allemaal te koop, hè? Deze wel, ja. Ja, toen we, toen we hier 3 weken geleden waren, toen viel mijn oog op een vis, zo gaat het. Altijd op een showa en die gaat vanavond mee naar huis de opgroeiing. What can you tell about this koi? Yeah, this is Showa from Torazo. This is the first generation he's breeding with offspring female Vanichi bloodline. Yeah, and this koi, if somebody is wondering why this koi is sold to Germany. In Japan, the breed is always a little bit afraid if the sumi is coming now. Yeah. And if I would show you, Theo saw it. Yeah. 3 weeks ago, and even 3 weeks there was nothing here. Ago, there was almost nothing on sumi on the first half of the koi. No. What you could see is when you look very, very close to the fish. That there is softly blue under the skin. Yeah, and this and big patterns. Yeah, and also if you look, it's laying here. Now it's coming up, not only in the center of the head. It's also coming up on the gill. Yeah. Yeah. This was much easier to see, but very far away from now. And what you also can see is there's black there, and sumi is also coming up here, and then this fish will be totally different looking. Yeah. And if you look at the skin and on the body shape, Shiroji is
Yeah. What do you think, Joris? Wat vind jij van die vis? Ja, dat was wat we eigenlijk 3 weken geleden al zeggen. Dat was de vis die gewoon echt opviel in de bak bij hem. Dus het is een show voor de toekomst. En ja, wat veel mensen niet weten is alles wat onderhuids grijs aanwezig is, wordt wit. Alles wat onderhuids blauw aanwezig is, wordt gegarandeerd zwart, altijd. Daar kun je dus nooit langs zitten. Je moet naar de blauwe gloed kijken, nooit naar het grijs. Dus je kunt heel veel onderhuids aan Sumi hebben liggen, maar zeg, als het grijs is, gaat het allemaal weg, wordt gewoon de witte huid. Zeg, als het blauw is, komt het altijd. Ja, en dit is blauw. Ja, en het concentreert zich dan mooi op de plek. Ja, op de mooie plekken, ja. Je ziet eigenlijk hier ook dat de plek eigenlijk aan het concentreren is. Dus je ziet nou aan de binnenkant dat het eigenlijk de hele schub gaat vullen. En daar ga je eigenlijk die kracht aan de buitenkant van de randen van de schub eigenlijk zien lopen. Op de kop gaat hij ook al echt aannemen. Dus zijn lippen zijn trouwens ook al iets blauw ingezet. Ja. Kun je iets moeilijker zien zo. Maar je ziet dat ze al iets donkerder ingekleurd zetten. Dus waarschijnlijk krijgt hij ook zwaard van voor. Vanaf de neus naar achter doet, dus die kan ook vrij zijn. Vinen zijn ook mooi. Ja, erg mooi vinden, maar wat heel belangrijk is, waar ik altijd zelf naar kijk, is dat het wit op de vinnen nog witter moet zijn op de huid. Dat betekent dat de huid heel lang jong blijft. Ja. Dus als je hier kijkt hoe wit dat eigenlijk de aanzet van de vin is, ja, dat is gewoon, dat is echt helder. Er zit heel vol met kristallen. Dus voor mij is dat ik denk dat je heel blij gaat worden als je dit over een jaartje of twee gaat zien. Ja. Goeie potentieel ook. Kijk eens op welke hoge staarders zitten. Het is niet alleen breed, dus de breedte van de vis klopt wel. Dus je hebt eigenlijk de hele breedte van de dikte van de staartblok hoog. Maar de hele vis is een heel beleiding is hoog en die loopt mooi in één lijn door. Je hebt dus geen verdieping dat er een buik onderaan. Precies. Dus het is één lijn is die vis. Ja, en dat is muscle. Zo belangrijk. Ja, ja. You almost can see the muscle. This is why it looks like a little bit etched and not round. Ja. And then the massive shoulder and how high fish is here. This is very nice head. Wat veel mensen ook vaak zien, dat ze hier een hele hoge rugopzet zien. Dus als dit een hoge rugopzet is, dat hier eigenlijk meer een bult zit, dat is een mismaking. Dat is net, heeft niks met de groei te maken. Dat is mismaakt. Dus de lijn moet eigenlijk netjes doorlopen. Niet dat je dit als de kop krijgt. Van als je dan de zijkant, dat is de kop, en dan krijg je denk ik eens een bult op te liggen. Dat is mismaking. Dat is geen groeibult. Een groeiheuvel is dit en dan loopt hij geleidelijk voor achter toe. Dus alles moet je net als aan de zijkanten, moet in één lijn doorlopen om een goede bout te krijgen. Anders krijgt hij te veel van voren of je heeft te weinig van achter of er zit juist te veel eigenlijk met op de vis. Hier zie je ook dat de hele beleiding van de vis in één lijn doorloopt. Dus, joh, je hebt een mooie zomer. En het leuke is, ik kan jullie vertellen dat dit is het type vis, ja misschien niet per se deze, maar dit is wel het type vis wat we volgend jaar in een betaalbare prijsklasse, want dat is deze vis beslist, dan gaan we die grow-out mee doen. Ja, this will be the top of the grow-out. But even the group that's a little bit left, it's very, very good quality for the price. I guarantee you, with everything I know about koi, and it's mostly kohaku, because terrazzo is kohaku, but also very nice shoba we can expect. Yeah. And the kohaku will be also very, very good. Yeah. I show you some results from last year, yeah, from the price level we are talking about. Very good. And this koi we grew on in our facility, and they are Nisei now with 50 up to 55 cm. Yeah. The biggest one is 60 cm, but this one was kept warm over the winter. But this is an example for what we can expect when Terrazzo will support us with the grower event next year. Maar ik ben hier blij mee en ik denk echt dat het wordt weer zo'n visje waar je vrolijk van wordt. Ja, denk je ook, ja. Dus mensen, we zijn met KoiCave super blij dat we RS Koi Consulting als sponsor erbij hebben. We gaan, en vooral ook omdat we super gave dingen gaan doen. Ook waarschijnlijk al dingen rondom de Koi Show volgend jaar op Vossenberg. Maar ja, dat is nog een beetje ver weg en daar gaan we het later wel weer over hebben. Maar voorlopig
gaan we heel veel dingen doen, dus meld je aan. Ja. Dus mannen, dames, inpakken, wegwezen. Theo. Thank you very much.